Woehoe! Welkom bij de Daily Business Boost live show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder! Ja, een hele goede morgen, dames en heren. Een hele goede morgen. Goed dat jullie er zijn. Kom maar gezellig bij. Een hele goede morgen, lieve Rianne. Wat goed dat je er bent. Hey, het is 1 maart. Good morning. Het is een mooie maand, dames en heren. Maart is de allermooiste maand van het jaar, zeg ik altijd. Alleen maar omdat ik jarig ben aan het eind van de maand. Maar ja, sorry hoor. Een beetje egocentrisch machtelen. Van harte welkom iedereen. Goed dat je er bent. Kom maar gezellig bij, want we gaan het vandaag over een prachtig mooi thema hebben. En ja, voordat ik verder ga, wil ik iedereen bedanken. Dames en heren, echt van afgelopen 22 dagen dat we een Boostje LinkedIn Challenge bezig waren. Alle luisteraars, alle kijkers, super, super bedankt, want we zitten op dit moment op 68.800 downloads. Ja, ja. Heel hard. Yes, we gaan heel hard richting de 70.000 downloads. Dus nou ja, weet je, dat is altijd weer een mijlpaal om te vieren. Een goede morgen, Iris. Wat goed dat je er bent. En ja, wat is het altijd als we gaan beginnen natuurlijk. We hebben natuurlijk het prachtige mooie item. Verrassing hoor, hè? De quote van de dag. Stop comparing yourself to other people. You're supposed to be unique. Wauw. Alright then. Goedemorgen, Maaike. Goedemorgen, lieve Sandra. En goedemorgen, Facebook user. Wie je ook bent, laat ons weten wie je bent. We hebben meerdere opties. Aniek, Ang, Jacqueline, Jolanda, goedemorgen. Yes, stop comparing yourself. So, waar gaan we het over hebben? Dus vandaag, lieve Rianne, wat gaan we doen? Nou, wat heel tof was, en ik wil dat echt ook iedereen hier op het hart drukken. Ik kreeg via LinkedIn, ik heb natuurlijk een podcast, Dream Chasers Lab podcast. En ik had al een paar keer opgeroepen aan mensen van, goh, als je nou een onderwerp hebt wat te maken heeft met ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap, wet van aantrekking, noem maar op. Kom vooral met je thema, want wie weet ga ik daar dan een podcast over opnemen. En Nienke had mij het thema gestuurd, wet van aantrekking en jaloezie. Ah. En ik denk dat het, en ik ben daar eens even ingedoken, want jaloezie is super menselijk. Er is niemand die af en toe niet een steek van jaloezie heeft of krijgt. En ik denk dat het een mooi thema is om dat vandaag nog eens even in te duiken. Ah, want mooi. Het kan namelijk je succes- en groeiversneller zijn. Aha, succes- en groeiversneller. En Brigitte zegt goedemorgen. Good morning, Brigitte. Wat leuk dat je er bent. Lang geleden. En Helma zegt goedemorgen. Good morning, dames en heren. Dus we gaan het hebben vandaag over jaloezie. We gaan het hebben over op welke manier je het eigenlijk gewoon wil omdraaien. Dat is eigenlijk wat je bedoelt. Dus op welke manier kun je positief jaloers zijn? En wat zijn de meeste mensen? Gaan we straks over hebben. En dames en heren, mag ik ook iedereen bedanken. Ik heb gisteren een oproep geplaatst of je mij wilde aanbevelen. Want binnenkort komt een geweldige samenwerking met mijn mentor, Nissan Denetta. Dus dankjewel iedereen die gisteravond heel snel aanbevelingen heeft geschreven, zoals Sandra, Marianne, Maaike, thanks a lot, Bert en Martien, Ank, Guy en Sabrina, thanks a lot, jongens en meisjes. Ik ben een van de 6 experts die in een expertpanel zit. En we zijn bezig om te gaan kijken van, oké, op welke manier kunnen we meer waarde op de markt brengen. Dus guys, thanks a lot. Ik weet dat het aantal van jullie hier aanwezig is, dus thanks again. En yes, jullie weten het, Boostje LinkedIn Challenge is afgelopen. Ik heb heel veel vragen gekregen. Mocht je Boostje LinkedIn Challenge een online programma willen, je ziet hem hier lopen. We hebben een celebration deal. Alleen deze week is het voor €97. Je krijgt alle werkboeken, alle video's, plus het ingevulde werkboek met meer dan 300 pagina's. Check dailybusinessboost.nl mocht je het willen hebben. Deze deal is alleen maar tot aanstaande zondagavond en daarna wordt die €397. Just that you know, ga niet zeggen, Aramiek, wat ben je? Hard, wat heb je gedaan? Want inmiddels is de online omgeving omgetoverd. Die krijgt alleen maar toegang als je deze special deal mee gaat doen. Dus go for it, go for it. Zo, dat even praktische zaken. Oké, let's talk about first thing. Wat is jaloezie dan? Lieve Rianne, wat versta jij onder jaloezie?
Ja, jaloezie in één woord is eigenlijk misgunning. Aha. Hè, dus iemand heeft iets, of iemand krijgt iets, of iemand doet iets, of iemand... en dit klinkt heel negatief. En daarom hebben wij daar ook vaak een hele nare associatie bij. En dat is ook logisch, want jaloezie is geen hoge energie. Als je naar de scale van Abraham Hicks kijkt, ja, heb je 22 emoties. Nummer 1 is het hoogst en nummer 22 is het laagst. En jaloezie staat op nummer 20. Dus als jij lang vasthoudt aan een gevoel van jaloezie... word je daar niet knapper van, hè? Nee, dan is het net of je de ochtend begint met het leegdrinken van een blik azijn. En dan ga je mondhoek ook verlangen. Maar dan word je niet knapper van. Die moet je even uitleggen. Wat was dat nou ook alweer? Nou, kijk, jaloezie. Als je heel erg... Sommige mensen merk je, die zijn op een gegeven moment... Je kan soms aan hun gezicht zien dat ze op een bepaalde manier vastgeroest zitten in een vaste state of jealousy. Aha. En dan gaan je mondhoeken een beetje hangen en dan is alles niet leuk. En dan, dat is die verzuring. Aha. En dat zeg ik, dan sta je op en dan drink je als eerst maar een blik azijn leeg. daar word je niet knapper van. En wat ik net ook al zei, is dat als het gaat om... Want wat Nienke heel duidelijk vroeg is ook die wet van aantrekking daarbij. Hoe zit dat? Mm-hmm. Ja, de wet van aantrekking zegt dus, ja, dan zit je op nummer 20 qua gevoelsfrequentie. Ja. Daar trek je ook niet hele toffe of leuke dingen mee aan. Jaloezie is aan de ene kant niet leuk, maar mm-hmm. het heeft wel een functie. Het heeft wel een functie, oké. En wat zou dan de functie moeten zijn van jaloezie? Ik probeer even de scale even hier eruit te halen. Ik probeer even een foto eruit te halen. Maar wat voor functie zou het moeten hebben dan volgens jou? Als het toch op nummer 20 is van de emotional scale. Als dat zo laag eigenlijk aangeschreven staat. Dat die helemaal onderaan het verhaal staat. Dus eigenlijk, jaloezie is nog, nog erger dan heel veel dingen die er bovenop staan. Dus revenge, wraak nemen, is dus nog beter in energie dan jaloezie. Doe haat, als je iemand haat, dan ben je nog beter bezig dan als je jaloers bent op iemand, toch? Nou, omdat jaloezie, en ik denk dat dat heel belangrijk is als je kijkt naar hoe jij je voelt. Mm-hmm. Emoties, als dat iets is waarmee je jezelf in een slachtofferpositie plaatst. Aha. Dus dat je het buiten jezelf plaatst, hoe jij je voelt. Dus dat komt door een ander of dat komt door een omstandigheid. Dan is dat altijd lager in energie. Kijk, als jij boos bent of wraak wil, dan sta je wel in je eigen energie. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dan beslis jij, ik wil wraak en dan ga ik dit en dat voor doen. Bam. Ik praat het niet goed, maar je pakt wel weer je kracht. Alleen in dit geval is dat niet een hele mooie, maar jaloezie, je plaatst jezelf meteen in de slachtofferrol. Ja, een soort Calimero. Hè? Ja. Wat zei hij ook weer? Jij hebt alles en ik heb niks. Nou, dat is niet eerlijk. Ja, die dus. Ja. En daarmee zeg je dus ook dat je daar niets aan kan veranderen. Ja. En dat is dus een mega lage energie. Omdat je je eigenlijk overlevert aan en zegt, weet je wel, laat maar zitten. Ik heb hier niks meer aan te doen. En weet je, dus je bent ook volledig uit je kracht en volledig uit control. En daarom is dat een hele lage energie. En wat ik zo mooi vind, is dat in het boeddhisme hebben ze dus een woord voor het totaal tegenovergestelde van jaloezie. En dat is mudita. En mudita wil eigenlijk zeggen, dat is het gevoel wanneer je plezier beleeft aan het geluk en de voorspoed van anderen. En dat geeft wel aan hoe zwaar het gevoel jaloezie is, want dat is natuurlijk de total opposite. En jij vraagt dan van, ja, welke functies? Ik denk dat het belangrijker is om eerst even een stapje terug te gaan, namelijk, oké, je voelt jaloezie. En dan? Wat wij heel vaak doen, is wij vinden dat gevoel in onszelf niet leuk. Dat we jaloers dus zijn, bedoel je? Wat zeg je? Dat we jaloers worden. Dat gevoel is niet leuk. Ja, ja, dat is geen, weet je, en dat wil je ook niet, want je weet zelf ook dat, je denkt, ja, ik zit ook niet meer op de kleuterschool, dat hij net met de bal aan het spelen is, waarmee ik aan het spelen wil, weet ik veel, allemaal dat soort dingen. En wat we dus doen met op het moment dat we jaloers zijn, of ons jaloers voelen, of een steek van jaloezie, dan willen we daar zo snel mogelijk bij weg. En dat is een heel natuurlijk proces. Alleen de eerste stap om jaloezie nou eens als tool te gaan gebruiken, is het toelaten van de jaloezie.
Dus op het moment dat je iets voelt, ik heb dat wel eens bijvoorbeeld, nou ja, scroll ik door mijn Instagram en dan zie ik mensen die fantastische dingen doen en een zaal weer vol mensen en dan weer 100.000 boeken verkocht en dan weer dit. Ja, dan ben ik ook geneigd om heel snel door te scrollen, omdat ik denk van, hier word ik zo van, kutzooi, weet je wel. maar wat heel erg werkt, is om erbij stil te staan. Want het niet meteen weg te duwen, maar het is toe te laten. Want wat zit daarachter? Dus ga eens kijken naar wat erachter zit wat jou jaloers maakt. Want het zegt namelijk alles over een persoonlijk verlangen van jou. Als mensen mij wel eens vragen, bijvoorbeeld van, ja, maar ik weet helemaal niet wat ik nou eigenlijk echt wil, dan zijn er heel veel tips, maar een van de misschien niet zo leuke tips is, wanneer ben je voor het laatst jaloers geweest en waar ging dat over? Dat zegt namelijk alles over een persoonlijk verlangen. Dus het is een hele mooie spotlight, zeg maar, voor jezelf om erachter te komen. Te leren. Wat het is dat jij... Ja. Ja, dus moeten we die vraag anders gewoon in de chat stellen? Er zijn heel veel mensen nu online. Wanneer was je voor de laatste keer jaloers? En waar had het mee te maken? Dat was de vraag. Wanneer was je het en waar had het te maken? Dus laat ons hier weten. Chantal zegt ja, goedemorgen Joybringers. Alleen zegt goedemorgen. Guyana zegt goedemorgen iedereen. En zegt, ik denk dat wanneer je jaloers bent, dat je ook haat en bitterheid en meer energie hebt. Terwijl haat alleen maar een haat bevat. Mix of energies. Gabrielle zegt, goedemorgen Aramiek en Rianne. Mike zegt, ik is klein en jij is groot en dat is niet eerlijk. Calimero. Sabrina zegt, goedemorgen Spetters. Yeah baby, jij mag hier blijven. Sabrina. En goede podcast had je daarover vorige week, zegt Sabrina. Oké, great. En dat is een hele mooie tip. Dankjewel, Rian. We moeten straks even de link van de podcast hierover zetten. Als je daar de podcast van hebt opgenomen. En Jolanda zegt, heel lang geleden was ik jaloers. Kan het me niet meer herinneren. Alrighty. Ja, dat vind ik heel knap. Echt fantastisch. En dan bedoel ik niet jaloezie in alles omvattend. En dat je, maar je hebt toch heel vaak een steek van jaloezie. Ja, ik ben gewoon heel eerlijk. Nou, wij stellen dus die vraag. Wanneer was je voor het laatst jaloers? Waar ging dat over? Zullen wij met de billen bloot gaan dan? Ja hoor, zeker. Oh, ja hoor, zeker. Hey, luister. Zeker. Ik ben echt niet roomser dan de paus hoor. Nou, ik had het gisteren nog. Ik zie iemand voorbij komen die alweer een bestseller op haar naam heeft staan. Oh, was het Kelly of wie was dat? Nee. Er was iemand die in Amerika die ook iets doet met de wet van aantrekking. Oh, geweldig. Bestselling author. Dan denk ik wel, de tandjes. Echt, jongen. Zo jammer. Ja, en dan denk ik, ja, die heeft natuurlijk een budget om een PR-agency in te huren. Maar agentschappen, Facebook-ads en een mailinglijst waar je u tegen zegt. Ja, lekker makkelijk met dat soort budget. Een team van 20 mensen. Hoor je die zurigheid? Ja, natuurlijk. Dat heb ik ook. Oh, heerlijk. Dus, en toen dacht ik wel meteen van, oké, luister, Mafklapper, met je eigen podcast. Je hebt er een podcast aangeweid. Oké, wat waren ook weer de tips? En toen dacht ik, dat boek van mij, dat mag echt meer aandacht krijgen. En toen werd ik, kijk, en dat is leuk. Kijk, op het moment, en dat, hier wordt die heel leuk. Op het moment dat ik in die jaloezie, als ik die had en dan had gedacht, ja, een team, een budget, en dan had ik het daarna weggedaan van, hey, hier heb ik geen zin om over na te denken. En ik ga er ook ontvolgen, ik zeg me wat. Maar ik heb het niet gedaan, want ik dacht toen ook meteen, oké, wat zegt het over mij? Wat is mijn persoonlijk verlangen? En toen dacht ik, ja, ik wil dat mijn boek ook meer aandacht. Het hoeft helemaal niet per se, ja, nee, tuurlijk moet het een bestseller worden, maar ik wil wel dat er meer aandacht voor komt. Het is gewoon zo'n badass boek. En, maar toen bedacht ik me ook opeens, oké, dat is je verlangen. Maar hey, je hebt voor volgende maand, nou ja, april, campagne staan met je boek. Snap je? En toen veranderde alles. Dus door het toe te laten, ontstond er ook weer... Ja, mooi. Dus door het toe te laten werd je eigenlijk bewust van, oké, waar verlang ik nou naar? Hey, guess what? Het boek ligt er en ik heb volgende week campagne. Hier zegt, even kijken, Maaike zegt, ja, ik ben nog steeds jaloers op grote verkoop bij een ander. Ah, ja. Sandra zegt, herkenbaar. Ja, absoluut herkenbaar. Ik voel anderen hun pijn, maar ook heel blij zijn en gelukkig voor anderen. Dat is positief jaloezie. Gabrielle zegt, ik ben toch wel geregeld jaloers. Enorme bijeenkomst met alle leermaten op school. En dan wil ik dat ook, denk ik ook. Ja, echt hè. Jolanda zegt, mijn gedachte die ik in plaats heb genomen om jaloers te zijn is, ik gun het de ander. Daar sta ik ook achter.
Ga goed nadenken, Jolanda. Ga goed voelen. Is dit echt het gevoel toelaten? Of is dit een rechtvaardiging slash een beetje ontwijkgedrag slash whatever that may be? Ja, maar mag ik daar iets over zeggen? Sure, tuurlijk. Kijk, op het moment dat... En ik ga je echt uitnodigen, Jolanda. Want als het betekent dat je nooit jaloers bent, ben jij verlicht. En dat wil zeggen dat je in het rijtje van Gandhi, Boeddha, dat soort mensen thuis hoort. Super tof als dat zo is, maar het is bijna onmenselijk om nooit, al is het een klein steekje van jaloezie, te voelen. Want wat het namelijk is, op het moment dat je accepteert dat je jaloers bent, dat het er ook even mag zijn, want we zijn allemaal mens, en vervolgens te gaan kijken, waar komt dat vandaan en wat is mijn persoonlijk verlangen, dan creëer je namelijk weer verbinding met je persoonlijk verlangen en verbinding met jezelf. Ik zeg niet dat het niet kan dat je nooit jaloers bent hoor, maar ik zou het ongelooflijk knap vinden en het zou ook betekenen dat je, en ik ben even benieuwd hoe Sabrina daarin staat, maar volgens mij betekent dat dan ook dat je al verlicht bent. En dan is het heel moeilijk om vol te houden in deze wereld, om verlicht te zijn in de maatschappij waarin we nu leven. Mooi. Iris zegt, ja, als ik bloedeerlijk ben, gisteren nog toen ik op zoek was om een ruimte te huren, mijn persoonlijke verlangen is dat om zelf ook te hebben. Aha, kijk. En Chantal zegt... Want is Iris makelaar? Of wat? Iris, leg maar uit waarom je jaloers was. Laat ons weten waarom je jaloers bent. Want je ging al op bezoek bij een ruimte, maar je wilde hem zelf huren, maar dat ging niet. Of, ik ben even benieuwd. Ja, laat ons weten. En Chantal zegt, laatste keer was ik gezond jaloers altijd op de top public speakers, want daar ligt mijn uitdaging in groei. Ik zeg daarom ook gezond jaloers, want ik kan juist genieten van topsprekers. Very nice. En Gaarne zegt, ik ben jaloers op mensen die niet eerst alles perfect willen hebben, hunzelf de tijd geven kleine stappen te zetten. Ik wil grote stappen nemen dat ze gelijk goed zijn. Very interesting. Wauw, dat vind ik een hele mooie. Absoluut. Hier heb je dus meteen ook helder waar je knelpunt zit. Dit is zo mooi, Kayaan. En dit is dus ook waar je mag jezelf uit mag dagen om toch het in kleine, niet perfecte stapjes te doen. En by the way, dus ik weet niet of jullie weten. Ik ben nog nooit. Even kijken, hoe lang ben ik al ondernemer? Ik denk dat meer dan 15 jaar. Ik heb nog nooit een perfecte kleine of grote stap gezien. Just that you know. Gewoon even voor alle duidelijkheid. Als je die tegenkomt, je weet waar die te vinden is, laat me weten, jongens. Ik ben er echt al meer dan 15 jaar onderweg en ik heb het nog steeds niet. Ik heb geen idee waar ze bevinden. Misschien zijn ze het gewoon, ik kan het niet manifesteren. Misschien ligt het totally aan mij. Dus mocht het aan mij liggen dat er toch wel kleine, grote, perfecte stappen zijn, laat me alsjeblieft weten, want dat verlang ik echt meer dan 15 jaar. Dan los je meteen mijn grootste probleem op, want ik ben er op zoek naar. Maar again, jongens, perfectie. Perfectie zeg ik altijd. Perfecte mensen hebben een fantastische nul op hun resultatenlijst. Want ja, als je niet in actie komt, en bij actie hoort altijd reactie, bij reactie hoort altijd consequentie. Bij consequentie, even kijken, laatste keer dat ik iets heb aangeraakt, dat het meteen goud werd. Shit. Geen idee, man. Ja. Nou ja, eigenlijk wel. Vorig jaar toen een of andere iemand in mijn clubhuis kwam, heel leuk het podium pakte, dat ik daarna met haar afsprak en zei, weet je wat, zullen we alle dinsdagen even gewoon samen knallen? En ze zei meteen ja en zo. Ja, weet je, dat zijn... dat noem ik dan de gelukstreffers, maar dat moet je ook maar treffen, maar you know. Zorg ervoor dat je checkt of het is. En je guy zegt, ja, ik ben deze uitdaging elke dag aan het ondergaan. En ik weet dat dingen heb waar anderen jaloers op zijn. Absoluut. Ik denk dat wij de helft van de tijd niet realiseren hoe vaak mensen bij ons ook denken van, yes, wow. Weet je, dat is, ja, het is gewoon, het is het menselijk proces. En het is ook de circle of life. En op het moment dat we dus uit verbinding gaan, gaan we allemaal uit verbinding met elkaar. En dat is doodzonde. Ja, zeker. Ik ben ondertussen even aan het kijken, maar die kan ik niet vinden. Er is een hele mooie... Waarschijnlijk moet ik een ander zoekwoord erom zetten. Er zijn een aantal hele mooie van die strips. Dan laat ze zien, zeg maar, dan zie je drie mensen naast elkaar. Dan zie je iemand in de auto. Dan zie je iemand in een hele luxe auto die een chauffeur rijdt. Maar dat jongetje zit in een rolstoel. Dat jongetje zit achter in een rolstoel, maar die wordt bereden door een privéchauffeur door een straat. Naast hem zie je een fietser, hetzelfde soort jongetje, zelfs de leeftijd. Die fietser zie je heel hard fietsen en zweten. En naast die fietser zie je iemand die aan het lopen is, maar zonder schoenen.
Dus dat zijn de drie levels. En wat zie je dan van links naar rechts? Dan zie je diegene die in de rolstoel zit, maar heel rijk eruit ziet. Privéchauffeur, die denkt, oh, ik ben zo jaloers op de benen van de fietser. Ja, dus dat is de... En de fietser zie je kijken. En dan diegene die op de stoep loopt, dan zie je kijken naar de fietser. Denk je, oh shit, die heeft zulke mooie schoenen. En de fietser zelf kijkt naar dat jongetje in de auto, want dat ziet hij niet. Hij ziet zeg maar de bovenkant alleen van die jongen. Dus hij ziet niet dat hij geen benen heeft. Die denkt, oh, had ik maar zo'n auto. Weet je, dat is altijd, als je naar links kijkt, kan je altijd zeg maar jaloers worden op wat mensen hebben. Maar als je gewoon naar jezelf kijkt of iemand wijst je erop, dat zijn ook hele mooie dingen. Dat je, hey, luister, kijk maar naar wat je hebt. Focus naar wat je hebt. Je hebt dat, je hebt dat, je hebt dat. Dat vind ik altijd hele mooie tekeningen. Maaike zegt, in elke stap zit een stukje falen en dat geeft weer lessen en daar groei je van. Absoluut, dat zei wat Rich Dad and Poor Dad zei altijd. Rich Dad is altijd, you don't lose, you learn. En Iris zegt, ik ben intimiteitcoach en verlang om een eigen praktijkcentrum te hebben met mensen te werken aan verbinding, gelegen aan de zee met mijn energie. Aha. Oh, mooi. Prachtig, prachtig. En Sabrina zegt, mijn jaloezie zorgt ervoor dat ik blijf dromen. Yeah, baby. Absoluut, Chantal zegt mooi. Ja, 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 absoluut, jongens en meisjes. En ik zal jullie wat vertellen. Ik zei gisteren van, hey, jongens, wil je mij alsjeblieft aanbevelen bij mijn grote mentor Nisander? Nou, ik kan je zeggen, ik ben al meer dan, wat is het? Ik ken hem al meer dan 20 jaar, 18, 19 jaar. Ik ben altijd jaloers geweest op zijn resultaten. Altijd. Hoe die marketing deed. Hoe die e-mail marketing deed. Hoe de team leidde. Hoe die opleiding opzette. Het is echt jarenlang een van mijn grootste positieve jaloezie geweest op mijn mentor. Zeg maar. En het is heel grappig hoe dan door de loop van de jaren kan ik heel mooi dat grafiek zien. En wat ik nu zie, zijn de plekken veranderd. Nu is hij veel meer richting mij jaloerse signaal aan het zeggen. Slash, we gaan waarschijnlijk een hele leuke samenwerking aan, van alles nog wat doen. Maar wat ik vooral wil zeggen, weet je, jaloezie heeft ook vooral te maken met de positie en de perceptie waar je bent op dat moment. And things change. Alright. Op een gegeven moment zei hij zelfs tegen mij, ja, ik wou dat ik jouw positie in de community had, want dan had ik veel beter mezelf kunnen positioneren. Want nu kom ik na vijf jaar, zeg maar, retirement? Pensioen. Kom ik terug in een markt wat me helemaal niet kent. Dan kan ik wel 10.000 mensen in mijn lijst hebben, maar ze doen niks, ze kopen niks, ze zorgen nergens voor. En jij bent al die tijd doorgegaan. Dus weet je, dat vind ik ook heel mooi. Als je die mechanismen, die natuurlijke wetten gewoon kunt gaan kijken. Dat ook, en ik geloof daar echt in. Jaloezie is ook een timing. Jaloezie is ook een momentopname. Jaloezie is ook echt een iets wat komt en gaat. Dus mocht je zitten aan de verbitterde kant van jaloezie, ik heb goed nieuws voor je. Het gaat voorbij. Mocht je zitten aan de goede kant van jaloezie, ik heb slecht nieuws voor je. Het gaat voorbij. You know, dus ga vooral door met impact maken. En mijn vader zegt, ja, goedemorgen lieve Chantal, Rianne en Ramik Jan. Goed dat je er bent, lieve papa. Anyways, back to you. Jaloezie, nou, wat jaloezie, misschien jaloezie. Wel even goed is om nog even een verdiepingsstapje te maken, is wat ik zei, als je jaloers bent, kijk het eens aan. Want welk verlangen zit daar dan achter? Yes. En wat heel mooi is bijvoorbeeld, stel jouw vriendin, een vriendin van je die zegt haar baan op. En je voelt jaloezie. Ai, ai, ai. Wat is dat dan? Want is het dat bijvoorbeeld dat er iets zegt over het werkgeluk in jouw huidige functie? Of ben je jaloers op haar avontuurlijke karakter, dat zij dat aandurft om zomaar, misschien gaat ze wel een jaar reizen en heeft ze helemaal geen zicht op wat voor financiën dan ook, maar ze durft dat exact gewoon aan. Dus waar zit dan die jaloezie? Het is heel goed om daar nog even, ja, dat is echt even die pleister ook nog aftrekken en even in die wond gewoon even graven. Maar om die verdieping in te gaan van wat nou precies jouw verlangen is. Want zij geeft namelijk een spiegel voor jouw persoonlijke verlangen weer. En wat we dus heel vaak doen, wat ik net ook zei, is op het moment dat wij dus jaloezie voelen, dat we gaan we uit verbinding. Hè? Dan dat verhaal willen we eigenlijk niet horen van die vriendin die haar baan opzegt. Maar, en dit is echt even, lieve mensen, dit is zo waardevol. Zij is jouw mooiste cadeau. Ah. Want zij is een fantastische aanjager voor jouw persoonlijke verlangen. In principe is zij jouw padvinder. Weet je wel? Ik bedoel, het is echt zo'n eureka. Op het moment dat jij accepteert dat je jaloers bent, maar dat kunt omarmen,
omdat zij jouw persoonlijke verlangen triggert. Namelijk dat jij denkt, maar ik zou eigenlijk ook heel graag mijn baan op willen zeggen. Ja. Zorg dan dat je niet uit verbinding gaat, maar dat je er heel dichtbij blijft. Ga bij haar kijken. Hoe doet zij dat? Hoe bereidt ze zich daarop voor? Hoe zorgt zij dan dat ze misschien toch de financiële middelen heeft? Hoe gaat zij met bepaalde gevoelens en emoties om? Zij effent de weg alvast voor jou. Jij doet het uiteindelijk op je eigen manier. Exact. Maar je kunt het bij haar al wel een beetje afkijken. Ja, mooi, mooi, mooi. Nou, weet je, hoe kan ik jaloers zijn als mijn vader zegt... Wij zijn trots op je, lieverd. I love you, lieve papa. Geweldig. En inderdaad, Rianne, wat je zegt... is dus verander jaloezie en moduleren. Dus ben je jaloers op iemand... ga exact doen wat ze aan het doen zijn. Ben je jaloers iemand die goed gitaar kan spelen? Ben je jaloers iemand die goed kan zingen? Ben je jaloers iemand die, nou ja, weet je... groot is in een community of een bestseller schrijft... over de wet van aantrekkingskracht? Waarschijnlijk. Volgens mij zegt Tony Robbins dat... succes leaves clues. Weet je, ieder succesvolle bedrijf, ieder succesvolle ondernemer laat sporen achter. Ga maar kijken wat ze aan het doen zijn. Ga maar, ik zeg altijd, you can't beat them, join them. Word lid van hun community. Ga hun producten kopen. Ga hun funnel hacken. Ga op een mailinglijst staan. Ik bedoel, als één ding is wat ik heel graag doe, en daarom is mijn mailbox zo vol, is ik ben lid en ik sta op mailinglijst van iedereen, iedere marketeer, iedere business coach, iedere business trainer, nationaal, internationaal, Europees, Amerikaans, Nederlands. Ik krijg hun e-mails. En daar is maar één reden voor. Ik leer daar ontzettend veel van. Ik leer hoe ze communiceren. Ik leer hoe ze zich positioneren. Ik leer van hun fouten. We hadden net over mijn mentor Nisande. Nou, hij heeft behoorlijk wat fouten gemaakt in de afgelopen jaren. En we hebben het heel vaak hierover, want Ray heeft ook behoorlijk zijn bijdrage aan de groei van de organisatie geleverd. Hij heeft ook jarenlang als teamlid, maar ook als teamlid op kantoor, heel veel dingen voor Nisande gedaan. We hebben hem zien rise, hoe noem je dat? Rise of an emperor. En we hebben hem keihard naar beneden zien gaan. Door een hele, je zal zeggen, bijna voorspelbare fouten die allemaal te voorkomen waren. Door dus hele menselijke fouten waarop ik dacht van, ik kijk zo tegen hem op en het moment dat zo iemand zulke fouten gaat maken. Dus kun je daar ook naar kijken, zowel van fouten leren als van succes. En daar ben ik altijd naar op zoek van, wat kan ik doen zodat ik de fouten van anderen die ik volg, wat is voor mij belangrijk om te zien en om te delen. Daarom delen we ook, Rianne zei het ook al, delen we heel veel van onze fouten, delen we ons proces zodat jullie die fouten niet hoeven te maken. Facebook user, laat me weten wie je bent. Ik ben jaloers op mensen die het financieel heel goed hebben. Mijn tijd komt nog. Ik ben op de juiste weg. Kleine stapjes. En als Facebook user staat, zet je naam er alsjeblieft onder. Want dan moet ik anders gokken. Is dit Aniek? Is dit Jacqueline? Is het Anke? Wie zijn er wel eens? Of Annie, wie ook bent, laat me alsjeblieft weten. Want dan kunnen we dan... Jacqueline, ja, zie je Jacqueline? Ik had goed gegokt. Goed zo, Jacqueline. Yes, yes, yes. Dat zijn hele goede dingen. Dus nu weten we wat jaloezie is. Wat kun je ermee? Nou kijk, nog even terugpakken naar die wet van aantrekking. Want dat was haar duidelijke vraag. Hè? Wet van aantrekking, jaloezie. Ten eerste zei ik al lage energie. Dus je bent een magneet, hè? Dus je trekt ook lage dingen, lage energie, zaken en omstandigheden en mensen aan. Maar het tweede is, en die is super belangrijk. Op het moment dat jij jaloers bent en je keert je ergens van af, dus die vriendin die durft haar baan op te zeggen, en jij merkt dat je daarvan afkeert, dat je jaloers bent, dat je zegt, ik hoef haar even niet te zien, want ik word zo geconfronteerd met het feit dat ik gewoon echt iedere dag met een brok in mijn maag naar mijn werk ga, bla bla. Dus je keert je van haar af. Je zorgt dat je ook minder contact met haar hebt, bla bla bla. Ja, precies. Het signaal wat je dan afgeeft aan het universum, is dat je dat dus helemaal niet wil. Dat jij geen andere baan wil. Dat jij niet wil kiezen voor wat jou gelukkig maakt. Dat jij helemaal geen geluk op je pad wil. Dat jij helemaal... Ja, maar het is zo contraproductief wat je bent. En dat is dus... het creëert dus ook nog eens een keer afstand tussen jou en jouw verlangen. Want op het moment dat jij iets ziet wat je heel graag zou willen, en je keert je daar meteen uit jaloezie van af, geef je het geen energie, geen aandacht. Keer jij je ook af van jouw verlangen. En ook dat is weer een signaal wat je afgeeft aan het universum. Dus ja, die denkt, die wil dat niet. Die wil de rest van de leven ongelukkig daar op dat Toren C-kantoor zitten, driehoog achter met allemaal irritante collega's. Ja. 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 Dus dat is, als het gaat om de wet van aantrekking, een hele essentiële.
Wat een mooie, mooie. En als je dat dan door gaat trekken, oké, nu zijn we ons bewust, nu moet je met aandacht naar kijken, dan ga je focussen, dus niet van afkeren. Je accepteert het, je kan het als een spiegel gebruiken, je gaat ermee aan de slag. Wat is dan de volgende stap? Oké, ik weet dat ik jaloers ben op iemand die bijvoorbeeld iedere lancering, I don't know, 20.000 euro omzet. Of bij iedere summit meer dan 40.000 e-mailadressen ophaalt. Of welke manier, of een bestselling author, of een misschien zelfs ouders van iemand, de kinderen van iemand. Weet je, er zijn verschillende jaloezie. Het is niet alleen maar altijd op gelden. Ik weet of jullie weten, je kan ook gewoon jaloers zijn op de positie van iemand. Ik bedoel, ik kan heel erg jaloers zijn op mensen die zeg maar het aankunnen van hele grote sociale events, dat ze heel relaxed zijn, niet zo hooggevoelig zijn zoals ik ben, niet helemaal overweldigd worden in een grote, dat ze heel relaxed in zo'n sociale omgeving bewegen, zonder dat al die prikkelingen binnenkomen. Bij mij is het gewoon niet mogelijk als ik bij een groot iets ben. Of ik moet een rol hebben, of ik moet me afsluiten. Eén van de twee. En bij beide zaken kan ik er niet volop genieten. Dus ik geniet om te kijken van iemand die helemaal present is in een hele drukke ruimte. Dus het is ook daar kan ik ook wel eens jaloers op zijn. Dus ook dat is een oppositie kun je ook jaloers zijn. Oké, dat zijn we. En dan, hoe kunnen we dit in ons voordeel gebruiken door de kracht en door eigenlijk het in te zetten van de wet van aantrekkingskracht? Aankomende bestselling author. Oh yeah. Ja, zie? Ja. Ik ben I embrace it. Ja, Dat omarm ik. Ik ben hem maar gewoon aan het manifesteren. Kom maar op. Maar kijk, het eerste wat heel erg bij mij binnenkwam, en ik volgens mij stond dit verhaal in het boek Think and Grow Rich, dacht ik. Of The Richest Man of Babylon, weet ik niet. Maar het feit dat op een gegeven moment beschreven werd van, stel je zit aan zee. En jij geniet van die zee. Hè? Je ziet het eb en vloed. Noem maar op. Op een gegeven moment komt er een hele grote tankwagen aan. En die gaat op een gegeven moment, die gooit daar een slang in. En die pompt water op om in die tank te doen. Dat is een hele grote tank. Maar er is geen seconde dat je denkt, ja, maar dan is de zee leeg. Dat bestaat namelijk niet. En dat is precies hetzelfde met succes. Zie dat als een zee, die gaat niet leeg. Dat kan niet. Dus als iemand ineens met die tankwagen aankomt, natuurlijk kun je dan wel denken, Jezus, had ik ook maar zo'n tankwagen, weet je, tuurlijk. Maar dan krijg je dus weer, dan wordt jouw verlangen zichtbaar. Maar op het moment dat je weer naar die zee kijkt en denkt van, wordt de zee dan kleiner? Dus oké, je blijft kijken, wordt die zee dan kleiner? Nee, die wordt niet kleiner. Dus succes is een zee. Er is altijd overvloed. Er is altijd voldoende. En als je dat kan omarmen, als iemand anders heel succesvol is, zegt dat niets over de kans dat jij net zo of misschien nog wel veel succesvoller kan worden. Het is niet zo dat het een taart is en dat iemand ineens de helft van die taart afsnijdt en meeneemt. En vervolgens dat er nog iemand komt en dat er steeds minder overblijft. Dat is niet zo. Succes is onbeperkt en is er in overvloed. Ah, oh, heerlijk, heerlijk. Wil je nog iets zeggen? Wacht even. Ik ga hem erin knallen. De quote van de dag. Succes of geluk of groei of geld is onbeperkt. Dat is er in overvloed. Yes, love abundance. En Guyana zegt, oh wow, je bent jaloers op mij. Yes, volgens mij had dit te maken met beweging, grote kringenruimtes. Yes, absoluut. Dus guys, laat me weten, hoe gaan jullie hiermee om? Laat me in de chat weten, er zijn zoveel mensen op dit moment online. Hoe gaan jullie ervoor zorgen, laat ik het zo zeggen, hoe ga je ervoor zorgen dat je deze wet in je voordeel gaat gebruiken in plaats van in je nadeel? Want dat is wat we heel vaak zien, toch, Rianne? Dat heel veel mensen juist het tegenovergestelde richting gaan handelen, toch? Je bedoelt wat betreft de wet van aantrekking? Nou, wet van aantrekking ook met betrekking tot jaloezie. Dat ze dan, het moment dat ze jaloers op iets zijn, juist daar heel veel negatieve energie op zetten. Nou kijk, wat zo mooi. We hebben het ooit volgens mij gehad over, en als het niet zo is, moeten we dat zeker doen, spiritual bypassing. Dat weet ik nog. Ja, en spiritual bypassing wil eigenlijk zeggen, oh nee, jaloezie is een hele slechte emotie, dus daar ren ik heel snel bij weg. Ja. Ja, dus terwijl wet van aantrekking
niet zegt dat iets slecht is, maar die attendeert jou op welke frequentie bepaalde emoties geven. Maar die zegt ook, ga dat aan. En wat zegt Gabrielle? Ik ga een connect maken met de persoon van een groot event van de beweegmatten. Daar. En dit is zo mooi. En Gabrielle, gewoon even dat ik het weet heb. Misschien ben ik heel erg dom. En dat ben ik. Wat zijn beweegmatten? Ja, ik heb ook geen idee. Oh, ja. Thank God. Oké, ik ben niet de enige. Laat ons hier weten, Gabrielle. Want dat is weer een unique selling point. Wat zijn beweegmatten? En yes, absoluut. Die gaat zeker met ze in contact overleggen. Oh ja, ik zie het. Wat cool. Oh, dat zijn beweegmatten. Alright, dit ziet er echt vet cool uit. Weet je wat beweegmatten zijn? Nee. Ik zal je even laten. Volgens mij is dit een beweegmat. Even kijken of ik... Wat cool. Even kijken of ik hem kan... Kun je erop liggen en dan onbeperkt bitterballen eten? Echt waar. Gaat het weer met eten? Ik ga hem gewoon even laten zien. Oh, ik hou zo van eten. Echt, jongen. Ja, ik heb er eentje hier op kantoor. Rezen eentje, maar jij bent er ook eentje. Kijk maar, dat zijn beweegmatten. Volgens mij. Oh, voor op scholen, ja, denk ik. Ja, zeker. Het zijn leermatten. Dus wat kun je op de mat? De mat is ideaal om als bewegingsmoment in te gaan zetten. Even los van het werk gaan. Kinderen genieten daar erg van. Bovendien vergt het best wat motorisch vaardigheden van kinderen om de bewegingen te maken. Dat maakt het ook uitdagend. Kijk, zo ziet hij eruit. Heup, beuk, leuk, keus. Oh, wat cool. Nou, weet je? Ja, wat tof. Wat tof, Gabrielle. Ja. Dankjewel. Hier, kijk. Oh, die matten kun je inzetten bij reken en taal. Dus een mat voor breuken. Oh ja, zo'n breuk. Ik denk breuk. Stond breuk, geen beuk wat, zeker. Wat de neuk. Ja. Stond breuk. Oh, staat echt beuk. Maar staat echt gewoon beuk, hoor. Is dat een spelfout? Anyways. Ja, maar dat is misschien voor lezen. Of voor... Maar wat dat is... je dan de eu leert. Oh, de eu. Snap je? Keuken. Nou ja, dat. Oh, heerlijk pedagogisch zijn we hier echt goed aanwezig. En Sabrina zegt, daar moet je achteraan rennen. Ja, daar moet je achteraan rennen. Wat mooi die beweegmat. Ik heb echt nog nooit van gezien of gehoord. Nee. En de Gabrielle zegt, ja, kinderen oefenen met rekenen, taal en rekenen. En ik ontwikkel die. Je ontwikkel die. Wat cool. Nou, dan moet je zeker contact opnemen. Zeker, zeker, zeker. Wat cool zeg. Nou, weet je jongens, het is echt gewoon educatie vandaag. Ik vind het heel vet. Ik vind het echt heel goed. Breuken, een van... Oh ja, ja, breuken. Maar stond echt net beuk. Hey, Helene is er. En Helene, volgens mij is het een bijzondere dag voor jou. Even kijken hoor. Even kijken. Ik heb gewacht totdat je er was. Maar de muziek was alweer uit, lieve Helene. Volgens mij is het een hele bijzondere dag voor jou. Even kijken of die iets gaat doen hier. Of doet niks het. Hallo, ga je wat doen? Wacht even. Nou, hij doet het niet meer hoor. Leven, zelfs leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hier bij de piep. Hoera! Van harte gefeliciteerd, lieve Helene, met je verjaardag. Oh, van harte. Van harte, van harte, van harte, van harte. Goed dat je er bent op je verjaardag bij ons. Wat geweldig, op visite. Laat de taarten zien. Maaike zegt, ja, fantastische hulpmiddelen. Kids in beweging te maken. Ja, hoera, Helene is jarig. Gefeliciteerd, zegt Sabrina. En lang zal ze leven. Yes, weer wat geleerd. Zo gaan die dingen, jongens en meisjes. Alright, nice, 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 nice. Ja, ik ben jarig op complimentendag, dankjewel. Nou ja, compliment dat je jarig bent op de complimentendag met je verjaardag. Lang zal ze leven. Yes, 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 van harte gefeliciteerd. Alright, wat een mooie dag. En begin van de maand en Helene is jarig en we hebben het over jaloezie. Oké, dus we hebben jaloezie herkend, we hebben het gespiegeld, we hebben gekeken. We gaan de wet van aantrekking gebruiken. Dus hoe gaan we dit, zeg maar, ik wilde zeggen, hoe gaan we ooit voorkomen dat we jaloers worden? Bestaat dat? Kan je voorkomen dat je jaloers wordt? Nee. Nee? Nou, dat is als je verlicht bent. Dat is als je, ja. Als je niet meer voelt, als je niet menselijk bent, denk ik. Nou ja, bijna. Ja, maar dan kun je niet zomaar midden in deze maatschappij leven, denk ik. Dat gaat niet. Dan ergens op een berg in Nepal of ik weet het niet, maar dat is...
dan heb je ook ontdaan al van alle materialisme. Ja. Snap je? Ja, dat zou ik heel knap vinden. Is het leven met jezelf, met wat oude doeken om je lijf, is dan voldoende. Dat is wat ik sommige mensen dus zie doen. Oké, okay, dus mensen met oude doeken om hun lijf, die zijn gewoon bijna verlicht. Nee, maar die hebben, ik denk dat verlicht zijn wel op geen enkele manier iets anders nodig hebben dan jezelf. Ja. En dus ook, en alleen maar in de staat van geven en met andere delen. En echt, iedere dag aan. Bezig zijn in je persoonlijke ontwikkeling. Niks aan, jongens. Daar zijn we geen mens voor geworden. Echt. En ik herinner me, en dat was een event, het was een training. Het ging over geld, het ging over financiën. Het was zo grappig. Daar zijn heel veel rituelen om je overtuiging omhoog te halen. Er zijn heel veel spelletjes. Je kan heel veel vormen gebruiken om mensen bewust te maken van, hey, wat denk je nou echt over geld en rijke mensen? You know? That kind of level. En het was altijd, dat is een prachtig mooie training, het heet de Financial Freedom, dat weet ik nog heel goed. Het was altijd juist diegene die vonden, geld is niet belangrijk. Juist diegene die zich boven het geld hadden verheven, of hoe noem je dat ook. Juist diegene die heel verlicht deden, hè, dat ze deden. Juist de, en again, dit is geen enkele labeling. Het is gewoon puur verhaal wat ik heb gezien als observatie. Juist diegene die spiritueel, zeg maar, geld niet belangrijk vonden, waren de eerste die keihard voor het geld gingen. Waren de eerste die keihard geraakt waren. Waren de eerste die eigenlijk lieten zien, hey jongens, weet je, it's all about energy. Dus je kan dat daar moet ik ineens aan denken van. Oh, dat was altijd, wij wisten dat van tevoren, dat je dat vaker ziet bij de LM's. Dus op een gegeven moment heb je een bepaalde profileren. En dan wist je van, oh, met dit spel gaan heel veel maskers ervan afvallen. Met dit spel gaan we echt de echte persoon leren kennen. Dat was een van de mooiste processen om te zien, transformeren. En dan gingen we ze natuurlijk verder helpen. Het is niet alleen maar pesten, kijk maar, je vindt geld ook belangrijk als een speedy-weedy. Maar dan, hoe kan je nou ervoor zorgen dat je juist de tools gaat gebruiken. Dat vond ik altijd een van de mooiste processen om te zien, om iemand die binnenkomt met een bepaalde overtuiging, of vandaar dat ze die doeken om zich heen gewikkeld. Toen moest ik eraan denken. Ik heb er een paar gezien met de regenbogen outfit en weet ik veel wat allemaal. Die kwamen binnen, deden alsof geld niet belangrijk was. En guess what? Ze kwamen achter wat ze echt over geld dachten, wat ze echt voor voelden, hoe ze echt zich aan het gedragen waren. Ja, dat is life changing. Jesus, ja. Ik zag je wat opschrijven. Shoot. Nou ja, nee, je weet dat ik bezig ben met een money mindset training. Ja, vertel eens daarover. Wil je iets meer over vertellen, Lisa? Ja, ik wil eerst nog even een waanzinnig mooi cadeau geven aan iedereen die hier nu is. Namelijk een cadeau over jaloezie en een inzicht. Cool. Joh, wat mij gewoon wel even aan het denken heeft gezet. Namelijk, dat wat op het moment dat jij jaloers bent, is het altijd op iets wat binnen jouw handbereik is. Aha. Wat mogelijk is voor jou. Want laten we heel eerlijk nagaan. Ik ben bijvoorbeeld nog nooit jaloers geweest op een Olympisch sporter. Simpelweg omdat ik sport wel, maar ik sport niet op een professioneel niveau. Dus dat heb ik, om het nog concreter te maken, ik haat skiën. wacht. Wat zei je daar? Nee. Oh, ik vind het verschrikkelijk. Wat is erg? Ja, zo erg? Nou, kijk, dit is een soort trauma. Wat ik heb opgelopen is dat ik ging ooit skiën. Ja. Ik denk dat ik 15 was. En dan moet je ankerliftje. He, dus dat doe je dan, moet je dan naar beneden. Ik heb nog nooit geskiet, schat. Alles wat je zegt is van mijn koek. Nou, die doe je dus dan zo onder je kont, zeg maar, een soort anker. Dus in het midden, en dan zitten er twee van die dingen. En normaal ga je dan... Oh, dat is heel fout voor mannen, ja. Natuurlijk. Point. Nou, dus, nee, want je gaat de ene kant gaat iemand, dus je gaat ook wel eens met iemand. Okay. Dus je doet die ene, zeg maar, die ene kant doe je dan zo onder je beeld. Een soort van skilift. Je moet er niet op gaan zitten, maar dat trekt jou, zeg maar, omhoog. Dus je gaat dan die... Dit is echt briljant. Dit heeft nog nooit iemand meegemaakt, denk ik, behalve ik. Je gaat omhoog, zeg maar. En op het hoogste punt, dan haal je dat ding zo onder je bil vandaan. Dat schiet dan zo terug. En dan kun je zo naar beneden skiën. Maar, okay. Wat deed ik? Want ik was al lichtelijk in paniek. Ik had nog nooit geskiet. En ik denk, oh mijn god. Dus wat doe ik? Ik trek dat ding al te snel. En die schiet, zeg maar, schuin onder mijn jas. Boink. Weet je gelanceerd of weet je meegenomen? Nee, ik ging dus omhoog en ik hing dus op de kop. En dat ding dat draait dan rond. En die gaat terug.
Nog erger dan je onderbroek naar beneden door de aula te gaan. En dan 15 zijn en dan met de hele klas gaan skiën. Nou, kun je je voorstellen? Nou ja, dat. Maar daarna, ik vind gewoon, ik ben hartstikke goed normaal gesproken in sporten en zo. Maar hier, it didn't get a hang of it. Ik weet het niet. Het lukte niet. En toen? Dus jij snapt dat het allerlaatste waar ik jaloers op ben, zijn bijvoorbeeld die Olympische schanspringers. Ja, natuurlijk. Dus wat ik maar wil zeggen is dat die jaloezie zo'n mooie, hoe noem je dat? Indicator. Het voor is wat voor jou haalbaar is. Kijk, dat ik jaloers word op die vrouw die een bestseller schrijft, dat is eigenlijk gewoon een heel mooi compliment aan mij. Eigenlijk wel, ja. Namelijk dat mij ook nog zou kunnen lukken. Maar die Olympische sporter, ja, super tof, maar ik heb daar geen jaloezie bij. Dus wat ik maar wil zeggen is, jaloezie wil alles zeggen. En het mooie aan jaloezie is dat het altijd gaat om iets wat in principe binnen jouw handbereik ligt. Dat het gewoon voor jou ook is weggelegd. Het is binnen handbereik. En dat vond ik zo'n mooie les die ik geleerd heb over jaloezie. Very nice. Dus eigenlijk, hoe vaker je jaloers bent, eigenlijk moet je een jaloezie dagboek gaan bijhouden. Waar je jaloers op bent, laat exact zien waar je grens van je mogelijkheden, capaciteiten en potentie zit. Eigenlijk is dat wat je zegt. Het is een enorme... Want anders ben je ook niet jaloers. Het kicks your butt. Ja. Dat is gewoon wat het is. Ja, denk je, moet ik denken. Ja, ik ben inderdaad alleen maar jaloers op relevante zaken waar ik echt mee wil bereiken. Mijn ambitie. Dus eigenlijk is het een ambitieindicator, zeg maar. Kind of. Juist. Dus laat gewoon zien waar je potentie of je capaciteiten in liggen. En daarom zeg ik ook, jaloezie kan dus jouw groei- en succesversneller zijn. Exactly, nu komen we daar, groeiversneller. Dus hoe zorgen we, hey Ruud, goed dat je er bent, hoe zorgen we dat we dat gaan doen? En Ruud, mag ik je alsjeblieft feliciteren? Ik ga even iets doen wat ik niet zo vaak doe. Gefeliciteerd lieve Ruud, je feliciteert Helene. Luister, wat goed gedaan zeg. Je hebt naar mijn advies geluisterd. Je hebt je hele lange naam weggehaald. Fantastisch, goed gedaan. Goed gedaan Ruud, ziet er veel beter uit. Great. En Helene zegt, ja, hier is de link, de podcast van Rianne over jaloezie. Hier staat hij. Dreamchaserlab.com/podcast. Ja. Maar wacht even, dit is niet de directe link volgens mij hoor. Er moet iets achter zijn. Episode nummer 76 uit mijn hoofd. Check even de episode als je kijkt, Helene, of Spotify of wat dan. Want dit is de link naar de pagina volgens mij. Anyways, we gaan straks gewoon de directe link hier zetten voordat je gaat, verdrinken in allerlei dingen. Je had aan het zeggen. Ja, dus je bent jaloers op hetgene wat je dus aanraakt. Op hetgene wat je dus aantrekt, zeg maar. Je wordt wat jaloers. Gewoon binnen handbereik wat is. Binnen handbereik is. Dus Jesus, dus ik kan gewoon, ja, ik kan al die dingen doen gewoon. Nou, lekker dan. Dan word ik nummer 1. Nou, nummer 1 van schanspringen van de wereld. Ik zie daar potentie, hoor. Nee, maar het is voor jou dus ook haalbaar om die persoon te worden die in hele grote drukke ruimtes vanuit rust en vanuit geaardheid zijn positie daarin kan vasthouden zonder al die impulsen. Dus om je energie te bewaken. En dat is gewoon haalbaar voor jou. Oh, mooi, mooi, mooi. Dus laten we meteen dat in praktijk brengen. Dames en heren, laat hieronder weten. Wat is je, op dit moment, als je nu kijkt, dus niet waar je vroeger jaloers was of wat dan ook. En Mike zegt inderdaad, mooi inzicht is dit. Laat me weten, waarop, op wie of op whatever ben je op dit moment meest jaloers op? Dus als ik die vraag Rianne stelt aan mij, dan gaan we ook zo meteen met jou verder. Rianne, waar ben je op dit moment het meest jaloers op? Als je in je leven kijkt, in al die facetten, relaties, communicatie, business, finance, persoonlijke groei, whatever you want, gezondheid, noem ze maar op. Waar ben je op dit moment, dus op wie of op wat ben je op dit moment het meest jaloers op? En de vraag aan live-kijkers is, weet je, let's talk about that. Laat hieronder weten wat jouw antwoord is, want dan kunnen we leuke dingen mee doen. Yes. Ja, het eerste wat in mij opkomt is Gabrielle Bernstein. Oh. En op wat van Gabrielle Bernstein? Waar ben je? Op haar business, op haar boeken, op haar persoonlijkheid? Nee, wat ik tof vind aan haar is dat zij die wet van aantrekking zij schuwt niet om
ja, botox in de gezicht te spuiten om te zorgen dat ze heel tof op een foto staat. Maar aan de andere kant deelt ze wel de meest inhoudsvolle, mooie berichten. En dan zeg ik niet dat ik mijn kop vol wil laten spuiten met botox, helemaal niet. Maar ik bedoel, het is niet dat geitenwolle sok, snap je? Zij staat ook volop in het leven. Het doet ook haar ding, heeft ook echt heel veel tegenslagen in haar leven. Hè. Wil heel graag nog een kindje, en dat, nou, allemaal dat soort dingen meer. Het is net mislukt, toch? Zij was ja, volgens mij is ze net een miskraam weer gehad. En het heeft heel lang geduurd voordat ze haar eerste kindje kreeg. Ja. Maar gewoon die hele enchilada, weet je wel. Ik bedoel, zij is gewoon ook een power babe. Heeft ook gewoon, gaat op vakantie met de vriendinnen. Heeft een leuke man, heeft een kindje. Maar schrijft boeken, stikt haar nek uit. Komt bij Oprah. Zonder dat het ergens, dat je denkt, nou, lekker spiriwiri allemaal. Wel super vaag. Weet je, ik daarin, die combinatie van haar, dat is het. Het cosmopolitische met het spirituele. En dus ook niet vies van geld, maar ook niet vies van delen. Oh. En daarin vind ik, dan denk je, ja, ik heb nog heel, heel, heel veel stappen te gaan, mocht ik daar ooit komen. Oh, wat mooi, 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 mooi. Wat is haar bijnaam nou ook weer? Spirit Junkie, toch? Dat was haar boek, toch? Titel Spirit Junkie. Nee, ja, The Universe Has Your Back is van haar. En nou ja, weet ik veel dat... Maar ze noemt zich toch, een van haar dingen was toch iets met Spirit Junkie of zoiets? Dat herinner weet ik eigenlijk niet. Het zou kunnen hoor, maar dat weet ik niet. Happy Days, Universum staat achter je. Ik dacht dat er iets met Spirit Junkie was. Anyways, ze is inderdaad super, 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 super cool. Ik heb heel vaak naar podcast geluisterd. Even kijken. Kom ik zo, zeker. Mensen zonder geld zorgen, zegt Helma. En collega's die vaste stroom klanten hebben, mooi. Oh, diegene die op dit moment... Even goed afstemmen, waar ben ik het meest jaloers op wat ik nu zou doen? Let's see, welk facet. Nou... Ik kan je wel vertellen, op dit moment ben ik ontzettend jaloers op, even haar naam, Madelon Vos. Ik weet niet of jullie Madelon Vos kennen. Als het doesn't bring a bell, go check it out. Ze maakt ontzettend gave videopodcast, videoaflevering over crypto. Ze is zelf 26 jaar. Ze is al vijf jaar geleden begonnen. Oh ja, ik volg haar Insta. She's really nice. Again, de blonde, de materialistische, leuke, in Mexico wonende aan het zwembad. Alles. Maar daarnaast ontzettend inhoudvolle, inhoudelijke interviews nemen. Maar mensen in de auto, want ze heeft altijd, ze rijdt in Madelon, rijdt heet dat volgens mij het programma. Rijdt ze allemaal experts, maar dan naar waarheid. Dus niet de mainstream dingen, niet allemaal sociaal gast, maar ze heeft ook gewoon geweldige mensen. Bijvoorbeeld Plan B, dat is een gast die zich niet herkenbaar maakt. Weet je, dat soort dingen. Dus ze is van the good, bad and the ugly. Of the ugly and the good and bad, weet ik van wat. En waar ik jaloers op ben op haar, is, en dat komt waar we natuurlijk nu op zitten, is ze heeft een manier gevonden. En again, dit is echt puur op de business, op persoon groei. Om ergens te zijn waar ik jaloers op ben, namelijk in Mexico. Ergens waar veel minder strengheid is. Ergens waar ik denk dat een van de meest... Op dit moment een van de vier landen waar het minste gestrikt is. Dus ik ben jaloers op haar veiligheid. Ik ben jaloers op haar vrijheid. Ik ben jaloers op haar, hoe ze haar levensstijl inzet. En dus die combinatie plus de inhoudelijke boodschap die ze heeft. Ze heeft een community, volgens mij heet dat Money Talk Community. Die wordt heel groot. Ze geeft heel veel weg. Ze maakt mooie video's. Is op socials is ze heel erg leuk aanwezig. Dus niet overdreven. Zie mij hier dat soort dingen doen. Hef ze af en toe. Maar meestal is het inhoudelijk. Stelt vragen. Komt met grafieken. Zowel feitelijk als gevoelsmatig als intuïtief. Op een gegeven moment zegt ze zelfs van... Ja, oh, wat lekker om even aan het zwembad te zitten. Als introvert is dat heel fijn. Dan draait ze zich om. Dan is ze helemaal in haar eentje haar ding aan het doen. Daarnaast is ze aan het sporten. Daarnaast werkt ze aan een relatie. Again, ze heeft 1000 dingen die ik niet heb. Die ik heb wat zij niet heeft. Maar op die level... kan ik echt naar haar kijken en genieten. Denken van, wauw, meisje, wat ben je goede business aan het, wat ben je goed bezig. Hier kan ik echt van leren. Of het nou een video zijn, of de interview zoals bijvoorbeeld met die financiële verslaggever. Ik ben zijn naam kwijt. Arnold. Hoe, wie? Arnold van Wijk. Nee, niet Harm van Wijk. Nee, niet Harm van Wijk. Andere gast die heeft uitgezocht hoe de financiële situatie nu eruit ziet. Hij had een interview met Mike Pilarczyk laatst ook. Hoe heet hij nou? Arno something. Anyways, maar wat Madelon dus zo mooi doet, is dus op een hele mooie, steady manier. Dus ze is niet een hypegevoelig iemand, terwijl ze in een van de meest hypegevoelige markten zit. Crypto, ja. Seriously, Bitcoin. Ze heeft continu heen en weer met dat ding. Afgelopen jaar heeft ze continu moeten schakelen. Maar wat ze ook heel mooi doet,
is dat ze ook bijvoorbeeld van de week zou ze een uitzending over crypto doen. Is ze meteen gaan schakelen, omdat dat ding gebeurde in Oekraïne en Rusland. Is ze meteen gaan kijken naar crypto. Hoe gaat de markt zich bewegen zonder meteen daar een bepaalde oordeel over te hebben. Zonder daar meteen een keiharde positie in te hebben. Maar echt als een verslaggever, als een hele leuke, aangename persoon waar ik geloofwaardigheid van afzie. Waar ik gewoon geloof, dan denk ik van, ah, mooi. En dat heb ik ook met Madelon Vos. Dat heb ik met Itchy Boy Jay. De komiek die zo al afgelopen 2,5 jaar zich zo mooi heeft gemanifesteerd. Toen theaters open waren, ging ik theater doen. Ze zeiden met Querco, zei hij, nee, doe ik niet. Doe niet aan uitsluiting. Bijna iedere dag doet hij een video op sociale media. Dus Itchy Boy Jay, als je checkt, als je kijkt, ben je ontzettend jaloers op je. Een derde op dit moment is Tibor. Even buiten alle wel of niet te bevinden. Arno Wellens, yes. Arno Wellens was de verslaggever die over financiële markten had. Die was in de aflevering bij Michael en bij Madelon Vos. Dus dit zijn de drie mensen waarvan ik zie dat de impact, zeg maar, de ripple effect het grootste is. Daar kan ik echt ontzettend van genieten en jaloers zijn. Dan denk je, oh, wat een goede stap. Oh, wat een goede zet. Daar kan ik gewoon ontzettend van genieten. Even kijken, wat zegt Sabrina? Ze zegt, ah, dat heb ik met Didi... Wie? Tayutu. Tayutu. Een neef van mij die echt samen met zijn gezin zijn mooiste leven leidt. Laat me weten, Sabrina, wat doet hij dan? Ik denk, hij is hij toch? Even checken. Ja, Didi. Ja, het is een heel tof verhaal. Ja? Oké. Volgens mij zitten die ook in de crypto en leven daarvan en reizen gewoon de hele wereld rond met zijn gezin. Ah, beautiful, beautiful. Ja, volgens mij hadden ze eerst iets anders en dat ging toen mis en toen is hij in de crypto gegaan. Ja. Zoiets. Laat ons weten, Sabrina. Heel vrij. Ja, heel vrij. Ik hou ervan. Ik ben jaloers op vrije mensen. Voor vrije zielen, dat zou ik meer dan graag... Dus ja, dat is wat... Dus kennelijk is dat een indicatie. Dat kan ook zijn. Dus yeah, ik ga een feestje vieren. Yeah. Heerlijk, 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 heerlijk. All right, go on. Back to you here again. Nou, volgens mij is het 11 uur. Ja, ik wil gewoon eigenlijk iedereen oproepen om... Kom even door met thema's. Yes, Sabrina zegt hij heeft als eerste zijn huis verkocht voor crypto. Kijk, that's nice. Heel goed. Heel goed, heel goed, heel goed. En yes, dames en heren, dus de uitnodiging is dus, kom maar door met de thema's. Laat ons weten wat je van ons wil horen. Het is bijna 11 uur, we gaan zo afsluiten. Laat ons vooral weten hoe je, wat je het meest aanspreekt, want dat kunnen we weer in de groep gooien, oké? En ik heb twee verzoeken voordat ik afsluit. Mocht je mij willen aanbevelen in het Engels, er komt van ons nog wat aan, sorry. Dus hier screen sharing is even kijken, want komt van alles nog wat aan. Sorry guys. Kijk, er is een pagina namelijk. Kijk, dit is een pagina, staat Recommend Aramiek. Dat staat nu op dit moment online. En wat ik zoek naast deze 8 geweldige mensen. Dus Sandra, Marianne, Maaike, Berten, Wartien, Ank, Guy en Sabrina. Dus ik zoek mensen. Ik zoek geweldige live-kijkers, deelnemers, studenten van ons. Als je mij wil aanbevelen. Ik zou het super, super, super op prijs stellen. Het hoeft niet in Engels. Het kan ook in Nederlands. Maar ik zou het liefst Engels doen. Want het is een internationaal mega groot platform. Wat we gaan lanceren samen. Dus laat me weten. Ik zou het ontzettend waarderen als je dat wilt doen. Want de bedoeling is om deze week zoveel mogelijk aanbevelingen te gaan verzamelen. Dus ik zal je heel dankbaar zijn. Dat is verzoek nummer 1. Verzoek nummer 2. Dames en heren, als je aan de Boosje LinkedIn challenge hebt gedaan, check je e-mail. Ik ga de link niet hier zetten, want de mensen die niet op de lijst staan voor het Boosje LinkedIn challenge krijgen die uitnodiging niet. Jullie zijn met z'n allen uitgenodigd. Voor aanstaande donderdag 3 maart heb ik een speciale Q&A training voor jullie gratis, waarin je alle vragen aan mij kunt stellen. Je kunt alle LinkedIn marketing vraagstukken die je hebt, je werkboek erbij pakken. Als ik dingen heb gezegd in een afgelopen werkboek van 300 pagina's wat je niet hebt begrepen of wat er niet is, laat me weten. En again, dailybusinessboost.nl, mocht je het online programma willen hebben met alle video's, met alle werkboeken, met ook het werkboek wat ingevuld is, dat staat ook inmiddels online. Zorg dat je gaat naar dailybusinessboost.nl, want daar loopt een speciale actie en die actie is tot aanstaande zondag geldig. Na volgende week wordt die €397, dat is de reguliere prijs daarvan. Alright guys, dat waren 2 verzoeken. En verzoek nummer 3 was natuurlijk, stuur ons alsjeblieft een thema. En ja, volgende week zullen we een beetje gaan hoe noem je dat nou? Een beetje teasen wat we volgende week gaan doen. Dan moeten we een tipje van de sluier. Want ik weet niet of jullie het weten. Volgende week is het een hele bijzondere dinsdag, toch, Rianne? Oh, is het volgende week de 8e? Is het al dinsdag?
Holy crap. Ja, dat is een hele bijzondere dinsdag. Ik bedoel, ik gooi hem maar gewoon even op. De achtste. Ik zit het even te checken, maar het is inderdaad de achtste volgende week. Yeah, baby. We gaan iets fantastisch doen. Ja, dat is heel bijzonder. Is het iemand die al... Does it ring a bell bij iemand? If it doesn't, that's cool. Maar volgende week dinsdag hebben we iets geweldigs van jullie. Want volgende week dinsdag is een prachtig mooie dag. Als je 8 maart zegt, dan waarschijnlijk it will bring a bell. Zo niet, zorg dat je volgende week bij ons bent. Zorg dat je volgende week gewoon je agenda gaat blokken. Want we gaan iets heel bijzonders, iets heel gaafs doen. En er komt iets nieuws aan volgens mij, toch, Rianne? Jazeker. Jazeker. Dus, heel vet. Die gaan we straks bespreken. Maar ik heb ook allemaal ideeën voor acties, campagnes, giveaways. Yes. Allemaal rondom dit thema. Yes, 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 yes. Internationale Vrouwendag. En dat hebben we kennelijk nodig tegenwoordig. Internationale Vrouwendag. Yeah, baby. Raymond, check in de agenda. Wanneer is Internationale Mannendag? Nou, die is er gewoon niet. Dat is iedere dag. Dat is iedere dag. 364 dagen. Behalve 8 maart. Oh, jongens. Anyways, volgende week dus gaan we knallen op de Internationale Vrijdag. Be there, be there, be there. Ogo Square. Let's see. We gaan naar de... The blessing of the day. Ja. Goed doen. Ah, dit is nieuw. Nice. Overcome the notion that you must be regular. It robs you of the chance to be extraordinary. Mooi. Ja, prachtig mooie kaart. Exactly wat we zeiden. Hè, die Chantal. Echt fantastisch. Ziet er ook weer vet uit. Heerlijk, heerlijk. Moet je kijken, jongens en meisjes. Yes, yes, yes. En mocht je door haar geïnspireerd worden, check 21dayinspirationboost.nl. Ga daar naartoe, want ze doet iedere ochtend om 7 uur kan je meedoen aan haar inspiratiechallenge. En mocht je deze prachtig mooie kaarten willen, het zijn allemaal prachtig mooie creaties van Chantal. Die heeft ze handgetekend. Ga naar mixmediafan.nl. Zorg dat je zo'n prachtig mooie stack hebt met een prachtig mooi boekje daarvan. Ik wil iedereen bedanken. Chantal zegt ja, dankjewel, dankjewel. Great, ik wil iedereen bedanken. Mijn lieve Chantal, Sabrina, Maaike, Helma, Helene die jarig is vandaag. Ga haar helemaal onderdompelen onder cadeautjes en berichtjes. Ruud, geweldig dat je er was. Gabrielle, Iris. Even kijken. Helma, zei ik al. Yolanda, Guyane en iedereen die erbij was vanochtend. Ank. Even kijken. Jessica, Jacqueline, Sandra, Gabrielle. Even kijken. Wie heb ik allemaal gemist? Iedereen die er was en diegenen die erbij waren, maar niet hebben gereageerd, reageer morgen. Morgen zijn we er weer. Jongens, met een verrassing. Ik ga iets heel leuks doen morgen, maar ga ik niets vertellen. Check de socials vanavond. Zorg ervoor dat je erbij bent morgen om 10 uur. Chantal zegt yes. www.21dayinspirationboost.nl als je nog mee wilt doen aan de inspiratiechallenge. Die loopt gewoon door. En ja, natuurlijk, lieve Rianne, het was weer een geweldig genoegen. Op 1 maart, we zijn weer de maand samen begonnen. Het was magisch, het was fantastisch, praktisch. Thanks a lot. En yes, tot 8 maart op de Internationale Vrouwendag. Dankjewel, lieve Rianne. Mag ik applaus voor Rianne? Wat is dit? Yeah! En maak er allemaal een prachtig mooie dag. De maartmaand is begonnen. We gaan knallen. Adios, amigos. Tot morgen 10 uur. Peace. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Adios. Later. Hoi, hoi. Hoi, hoi.